Klein verzoek. Een mail. Met een klein verzoek van een lezeres. Aldus de Miniman. Voor de Groningse luisteraars, dat is een rubriek in de Drentse editie, een soort apenkooi waarin mensen hun genoegen of ongenoegen kunnen uiten over zo ongeveer alles. Een hoekje in de krant dat wordt gevreten. De vraag is van mevrouw Assen. Zij wil graag het recept voor het bananenbrood waar ik regelmatig over heb geschreven. Komt-ie. Ingrediënten. 350 gram rijpe bananen, ongeveer 4. 150 gram ongezouten boter, een beetje zacht. 160 gram donkerbruine suiker. 2 grote eieren. 1 theelepel vanille, aroma, schuine streep essence, schuine streep extract. Iets met vanille dus, 200 gram bloem, 2,5 theelepel bakpoeder en een beetje zout. De bereiding. Oven voorverwarmen op 170 graden, bakblik, gewoon zo'n cake ding, invetten, bananen met vork fijn prakken, boter en suiker mengen en als het een glad zootje is, de eieren en vanille toevoegen. Daarna de bloem, bakpoeder en zout toevoegen. Als dat allemaal gemengd is, de banaan toevoegen en in het bakblik mieteren. Je kunt er ook nog een walnootjes of zo bovenop gooien. En dan 40 tot 50 minuten in de oven. Even prikken met een stokje en als je droog uitkomt, is je bananenbrood klaar. Dit recept is van een collega die volgens haar altijd zo raar in mijn columns voorkomt. Ik gebruik ook soms appels in plaats van bananen. Dan is het een appeltaart. En nog een tip, vervang de bananen door wiet, dan wordt het helemaal feest. Lekker.